Leven in de eindtijd, dat is de titel van deze reeks programma's over de tijd waarin we leven. Een tijd die de Bijbel de eindtijd noemt. Die eindtijd is begonnen uh, toen de Heer Jezus Christus geboren werd als kind in de kribben van Bethlehem. Toen zetten de laatste dagen in nadat God eertijds, zegt Hebreeën 1 vers 1, tot de profeten gesproken heeft... Het Oude Testament, de profeten van de Bijbel, heeft hij tot ons in het laatst der dagen gesproken. in of door de Zoon. En als uh, de Apostel Petrus op de Pinksterdag in Jeruzalem daar staat, dan citeert hij de profetie van Joël. dat in het laatst der dagen de geest zou worden uitgestort. En Galaten 4, vers 4 zegt dat in de volheid van de tijd. dus toen het juiste moment daar was. Jezus geboren werd uit een vrouw, uit een maagd en onder de wet. De apostel Peter spreekt later in zijn brieven over ons, over wie het einde der tijden gekomen is. Wel nu, die profetische klok begon dus al te tikken uh, ja, 2000 jaar geleden, maar die eindtijd die uh, zal ook laatste dagen kennen. En de laatste dag zal een laatste uur hebben, zegt Johannes. Uh, en dat laatste uur zal gekenmerkt worden door de komst van de Antichrist. Die uh, Paulus de mens der wetteloosheid noemt. Die Johannes in openbaring 13 het beest noemt. Een laatste wereldrijk dat in de naam van de mens. Uh, een rijk van vrede en gerechtigheid zal trachten op te bouwen zonder God, maar geïnspireerd door de machten der duisternis, een laatste poging eh, om de opstand die in het paradijs begonnen is, als het ware tot voltooiing te brengen, dat we het zonder God wel af kunnen en dat we zelf wel een wereldrijk kunnen bouwen van vrede en gerechtigheid eh, van Wetenschap en techniek van ongeremde lustbeleving. Uh, met een sociaal vangnet voor iedereen en ga zo maar door. Uh, met een geweldige ideologie, geweldige leuzen, slogans. maar net zoals alle ja, kleinere antichristen uit de geschiedenis. Uh, het eindigt telkens opnieuw in stromen van bloed, zoals je het zag bij de Franse Revolutie, zoals je het zag bij de Communistische Revolutie, zoals je het zag bij het Nationaal Socialisme van Hitler. Wat we ook bedenken, het blijkt telkens dat de vrucht uh, die de boom, voortbrengt, ja, alleen maar kwade vrucht ten slotte zal blijken te zijn, omdat de mens een gevallen wezen is, omdat hij een zondaar is, omdat hij ten principale zichzelf zoekt en niet probeert God en zijn naasten te dienen. En omdat hij daarmee ook speelbal geworden is van de machten der duisternis. Maar we hebben ook in deze serie gehoord dat God al over dat laatste wereldrijk heen kijkt en dat Hij al bezig is om de voorbereidingen te treffen voor de fase van de geschiedenis die daarna komt: de komst van het koninkrijk en de komst van de koning van dat koninkrijk. De we hebben uitvoerig stilgestaan bij de positie, de bijzondere positie van Jeruzalem. Met het oog op die geweldige toekomst die komt. Uh, daar heeft ook de terugkeer van het Joodse volk naar Israël alles. Mee te maken. En wat we dus proberen te doen in deze programma's is verder te kijken. Zodat je ziet wat er op dit moment zich in de wereld aan het ontwikkelen is. Maar dat je ook beseft dat is niet het laatste. Maar daar komt iets na waar eigenlijk de hele wereld naar snakt. Het rijk van vrede en van gerechtigheid. En dan niet in de naam van de mens. Maar in de naam van de Allerhoogste God. En onder. De regering van de Koning der Koningen en de Heer der Heren, de Heer Jezus Christus. Israël beleeft eh, bijzondere dagen en een bijzonder jaar. Israël mag eh, vieren, mag gedenken dat het eh, 65 jaar bestaat. In 1947 riepen de Verenigde Naties uit dat ja, Israël recht had op een eigen plek, daar in het Midden-Oosten. In 1948, een half jaar daarna dus, werd de Joodse staat Israël uitgeroepen door Ben-Gurion. We leven nu in 2013 en dat betekent dat Israël 65 jaar bestaat. Maar wat houdt dat bestaan van Israël in en waarom keert Israël eigenlijk terug in het beloofde land? Eigenlijk is uh, het vieren van 65 jaar Israël het vieren van een huwelijksjubileum. Uh, niet zomaar het bestaan van een staat met allerlei volkenrechtelijke aspecten. Uh, daarbij en met allerlei uh, politieke aspecten daarbij. Maar er gebeurt iets wat heel diep gaat. Israël keert terug naar het beloofde land uh, en eigenlijk uh, sluit Israël. Uh, een huwelijk met dat land. Dat land is zo belangrijk voor het Joodse volk om daarmee verbonden te zijn. Alleen maar in verbinding met dat land uh, kan Israël komen tot die zegen uh, voor de hele wereld waartoe Israël geschapen is. Als Abraham, waar het allemaal mee begint, uh, uit het ur van de Babyloniërs. Ja, want dat betekent, Galdeën, Ur der Galdeën, uit het Ur van de Babyloniërs, door God geroepen wordt om die cultuur, hè, die stad van de mens, die cultuur van de mens achter zich te laten, dan is wat het eerste woord wat God zegt: ga naar een land, verlaat dit land en ga naar een land dat ik je wijzen zal. Abraham verlaat de Babylon-cultuur naar een land. Um, kennelijk speelt land een geweldige rol in het verlossingsplan van mens en wereld. Abraham beseft dat niet, maar dat zal gaandeweg in de Bijbel duidelijk worden. God zegt: Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je dat land geven. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloeken, zal ik vervloeken. En door jou en door je volk zal de hele wereld gezegend worden. De roeping van Abraham, het ontstaan van Israël als volk en het bestaan van Israël in dat beloofde land is met het oog op het zegenen van de hele wereld. God gaat niet alleen uh, mensen verlossen uh, uh, qua ziel uh, en qua geest, en uh, zodat je uh, ja door je geloof in de zaligheid van de hemel mag komen naar het sterven, dat is allemaal waar en dat is geweldig dat je dat weten mag dat door je geloof in Jezus Christus je voor eeuwig behouden bent, dat je niet verloren zult gaan maar eeuwig leven zult hebben, maar het is maar een klein stukje van uh, het grote verlossingsplan van God. Ook je lichaam zal ooit eenmaal verlost worden. Wij moeten niet van ons lichaam ver Lost worden zodat we als een ziel in de hemel kunnen voortbestaan, nee, ons lichaam zelf moet gaan delen in de verlossing. Ons lichaam moet verlost worden van de macht van de zonde en de dood die erin heersen. En wat dat lichaam is, ja, dat kun je eigenlijk zien aan het lichaam van de Heer Jezus Christus. Uh, wanneer hij uit de dood is opgestaan en wanneer hij veertig dagen lang tussen opstanding en hemelvaart heen en weer gaat, tussen daar en hier, tussen de dimensies van de eeuwigheid en onze aardse dimensies. Het gaat God om de totale verlossing van de mens naar geest, ziel. En lichaam, vandaar dat er opstanding der doden, lichamelijke verrijzenis van de doden zal komen. Maar het gaat hem ook om de verlossing. Van de wereld, van de schepping. Dat ook de schepping verlost wordt. van die neerwaartse beweging. die als gevolg van de zonde van de mens erin zit. Eén groot uitsterven. zien we uh, zich voor onze ogen voltrekken. Maar de Heere wil ook dat uit de schepping gaan halen. zodat ook de schepping bevrijd wordt. tot diezelfde vrijheid en heerlijkheid. van de kinderen gods. Dat is het grote. Plan van verlossing dat God op het oog heeft voor mens en wereld. En daar heeft Israël alles mee te maken. Vanuit Jeruzalem zal de vrede de ganse aarde bedekken. Vanuit Jeruzalem zal de Torah uitgaan, zegt Jezaja 2 vers 2 tot 4. En de volkeren zullen gaan naar Jeruzalem om daar instructie te ontvangen hoe ze met elkaar moeten omgaan. Daar in Jeruzalem zal de tempel zijn. We hebben erover gesproken in deze serie. Daar in Jeruzalem zal Jezus zitten op de troon van zijn vader David. Dat was de tweede belofte van de engel Gabriel aan zijn moeder Maria. Allereerst beloofde Gabriel dat ze zwanger zou worden, een zoon zou baren. Dat God zijn vader zou zijn. Dat zij zijn moeder zou mogen zijn. En dat het een heilig kind zou zijn. Daarom zal het Heilige dat verwekt wordt, zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Zodat hij ja, de kern van het probleem zou kunnen oplossen. Zodat hij door zijn lijden en sterven verzoening zou kunnen doen over de zonde. Zodat hij de angel uh, uit het hele probleem zou kunnen verwijderen. In zijn kruisdood uh, ja, verzoent God niet slechts mensen met zichzelf, maar hij verzoend tapanta zegt het Grieks alle dingen met zichzelf alles de hele wereld de schepping het volbrachte werk van Jezus heeft zo'n verstrekkende beweging en gaat dus ook gerealiseerd worden in de schepping het heilige godslam dat de zonde van de wereld wegdraagt de belofte van Gabriel is letterlijk in vervulling gegaan. Maar ook de tweede belofte zal letterlijk in vervulling gaan. Want hij zal zitten, zegt Gabriel, op de troon van zijn vader David. En die troon stond in Jeruzalem. En hij zal heersen te midden van Jacob. En dat betekent de twaalf stammen van Israël. En aan zijn rijk zal geen einde komen. We zijn dus op weg naar het Koninkrijk. We zijn op weg naar het Rijk van uh, vrede en gerechtigheid uh, onder de Messias, koning van Israël. We zijn op weg naar de opstanding der Doden die. Johannes in het boek Openbaring aan het slot de eerste opstanding noemt en zalig zij die deel hebben aan de eerste opstanding over hen zal de tweede dood geen macht hebben. Die zijn overgegaan uit de dood in het leven en zullen eeuwig leven in onvoorstelbare heerlijkheid met een onvoorstelbaar Verheerlijkt menselijk lichaam. Wel nu Israël viert zijn 65-jarig bestaan en dat is het begin van de verlossing. God voegt. Het land, het beloofde land Israël, weer samen met het volk Israël. Hij herstelt de stad Jeruzalem. En het is allemaal voorbereiding voor de komst van de Koning der Koningen, de Heer der Heren, voor Jezus Christus, de Messias-koning van Israël. Het is allemaal voorbereiding uh, voor de komst van het Koninkrijk. En om die. Ja, die diepe relatie tussen het land en het volk te beschrijven. Dat het niet zomaar iets is van, nou ja, ze hebben weer een stukje land en ze kunnen dat ontginnen. En er zijn allemaal politieke problemen en dan moet je toch een beetje een goede weg in zien te vinden. En uh, die Palestijnen moeten toch ook een stuk van dat land kunnen krijgen enzovoort. Nee, uh, er is zo'n diepe relatie tussen het beloofde land en het. Uitverkoren volk en dat alles met het oog op de zegening die er voor de hele wereld uit voort zal komen. Dat je kunt haar zeggen: het is een soort huwelijksrelatie. Israël viert zijn 65-jarig huwelijksfeest. Dat wordt prachtig beschreven in Jesaja 62. Vanaf vers 4: men zal u niet meer noemen verlatene. Dan gaat het om de stad Jeruzalem, die. Ja, eigenlijk bijna 2000 jaar daar stoffig en verlaten uh, bij lag, als een soort provinciestadje waar allerlei uh, vreemde mogendheden het voor het zeggen hadden: de Romeinen, de Byzantijnen. Uh, de legers van de islam, de Omayaden de Mamelukken, de kruisvaarders een tijdje, het Ottomaanse rijk van de Turken, de Britten, uh, Napoleon is er met zijn legers doorgedaverd en ga zomaar door. Maar uh, in die zin is het dus altijd een verlaten stad geweest. Jeruzalem komt pas tot zijn doel als het ja, onderdeel is, hoofdstad is uh, van Israël. Als het de plek weer wordt waar de Heere zijn naam zal doen wonen voor eeuwig. En dat gaat gebeuren. Men zal u niet meer noemen verlatenen en men zal uw land niet meer noemen woestenij. Maar ge zult genoemd worden mijn welgevallen, en uw land gehuwde. Hier worden woorden: uh, Hefsiba, Biula uh, gebruikt in het Hebreeuws: gehuwde. Want de Heer heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk uh, genomen. Als je soms van die orthodoxe joden hoort spreken over het land en over de komkommers en tomaten die ze met grote moeite uit dat dorre land hebben weten te telen en uh, door die geweldige uh, irrigatietechnieken die Israël ontwikkeld heeft. En hoe ze dat, dat dorre land ja, weer tot bloei hebben mogen brengen. En ze praten daarover. Ja, dan proef je gewoon de liefde van het land. Het is niet zomaar een economisch proces waar je allerlei eh, vormen van wetenschap en techniek op loslaat. Eh, en allerlei economische principes hanteert. Ja, dat natuurlijk ook. Maar de, de drijfveer, wat erachter zit, is die diepe liefdesrelatie eh, tussen eh, ja, die Joodse pioniers. Uh, en het land. Ik vind het altijd vreselijk als mensen spreken over kolonisten, Joodse kolonisten. He, alsof het een soort bezettende mogendheid is die er hele stukken land uh, bezet heeft. En ik proef daar iets in van het koloniale verleden dat Europa heeft. Wij waren kolonisten. Wij hebben hele gebieden in de wereld uh, gewoon genomen, uitgeplunderd voor eigen gewin. Uh, gebruikt, de lokale bevolking onderdrukt. Uh, hè, daar heeft Nederland net zo goed aan meegedaan. Ook de Engelsen hadden hun koloniën, de Fransen hadden hun koloniën, de Duitsers hadden hun koloniën, uh, de Spanjaarden, de Portugezen, de Italianen en ga zo maar door. Wij waren kolonisten. En als je hoort wat er soms gebeurde, hè, in Nederland komt die hele zaak van. Ja, de massaslachting die gewoon Nederlanders daar hebben aangericht. Uh, tientallen, honderden mannen gewoon op een rij gezet en neergeknald. En nu heel aarzelend komt dan uh, dat op gang uh, dat die stokoude weduwen nu eindelijk een beetje gerechtigheid krijgen. Heel moeizaam gebeurt dat. Er kan eigenlijk nauwelijks een, een welgemeend... Het spijt ons zeer af... Uh, er wordt gestecheld over de hoogte van het bedrag van schadevergoeding. Dat zou moeten worden uitgekeerd. Het is eigenlijk een beschamende vertoning. Uh, maar het laat je zien hoe wij kolonisten waren. De Nederlanders in Indonesië en in andere gebieden uh, van de wereld. En om dan dat begrip uh, kolonist. Te plakken op wat de Joodse pioniers daar doen uh, in Israël, om dat dorre land, wat het beloofde land is, wat de Heer aan Israël beloofd heeft, om dat weer tot ontwikkeling te brengen. Het is, je projecteert vanuit Europa als het ware je eigen schuldige geweten uh, op Israël en je noemt ze kolonisten. Ik noem ze nooit kolonisten. Ik heb het ook nooit over de bezette gebieden. Ik heb het over de bijbelse gebieden, en niet van de Westbank, maar van Judea en Samaria. En ik noem die mensen die daar wonen de pioniers. He, zelfs in de, de zandduinen van Gaza, voordat ze die vrijwillig verlaten hebben, hadden ze prachtige kassen gebouwd en allerlei gewassen geteeld um, onder internationale druk. Zijn ze er weggegaan? Uh, en als je ziet hoe het nu in Gaza ervoor staat, uh, hoe prompt ook al die, die prachtige dingen die de Joden daar tot ontwikkeling gebracht hebben, eenvoudig vernield zijn, hoe je de haat proeft, het is eigenlijk onvoorstelbaar uh, dat de wereld telkens opnieuw uh, Israël en de Joden zo onder druk zet uh, dat dit uh, gebeurt. Nee, Israël is bezig een huwelijk aan te gaan met het land. En ze vieren nu het 65-jarig huwelijksfeest. En in de achtergrond is het de Allerhoogste God die betrokken is in die huwelijkssluiting tussen Zijn volk en Zijn land. Want de Bijbel zegt heel duidelijk: de aarde en haar volheid zijn des heren. Maar dat kleine stukje land in het Midden-Oosten, daarvan zegt God: dat is mijn land. Het is nog kleiner dan Nederland, het is helemaal niet zo groot. Maar de Heere zegt: dat is mijn land. En de stad Jeruzalem, dat is mijn stad. Daar zal ik mijn naam doen wonen. En ik geef het aan jullie, o Israël. Dat is de Bijbelse positie van het beloofde land en van de stad Jeruzalem. En nu huwt Israël dat land. Want de Heere, lees in Jezaja 62, heeft een welgevallen aan u. En uw land wordt ten huwelijk genomen. Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen. En zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God zich over u verblijden. De zonen en dochteren van Israël nemen het land uh, ja, ten huwelijk. En ze doen dat al 65 jaar lang. En de aanloop daartoe, hè, toen het Zionisme opkwam en de Joden de pogroms van Europa en de concentratiekampen van Europa achter zich begonnen te laten. En, en uit die uh, vernederende omstandigheden, die eeuwenlang geduurd hebben, uh, terug begonnen te keren naar het beloofde land. Uh, toen uh, ja, was als het ware al de verlovingstijd die zich toen inzette. Maar toen de staat geboren werd, uh, kwam het echt tot dat huwelijk. Uh, zoals je verliefd wordt. Uh, op een gegeven moment verloof je jezelf. Maar dan breekt het moment aan dat je naar het gemeentehuis gaat. En uh, naar de kerk gaat. En dan trouw je en dan neem je de verantwoordelijkheid. Uh, op je voor elkaar. Zo huwt uh, Israël het land. En zo wordt de stad uh, Jeruzalem uh, weer hersteld. Uh, nu begint dat 62e hoofdstuk hiermee. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalem's wil zal ik niet rusten. Zegt de profeet. Uh, er zijn zoveel dingen die Jeruzalem bedreigen, zoveel dingen die Israël bedreigen. Maar de profeet zegt met al zijn profetische kracht: Om Sions wil zal ik niet zwijgen. He, uh, Jezus zegt: van, Als je dingen in het verborgene ziet gebeuren, uh, spreek luidkeels daarover. Uh, en er gebeurt zoveel op een hele geniepige manier. Er is een oorlog gaande op alle niveaus: tegen Jeruzalem en tegen Israël en tegen het Joodse volk. Uh, op alle niveaus, uh, letterlijk, militair. Uh, telkens opnieuw die raketaanvallen van Gaza. Uh, telkens opnieuw die dreiging vanuit de Arabische en de Islamitische wereld tegen Israël. De pogingen om een atoombom tot ontwikkeling te brengen in Iran, om hem te gebruiken, om Israël te vernietigen. Uh, uh, het gaat maar door en het zal ook altijd door blijven gaan. Uh, militair, maar ook economisch. Dan moet Israël weer zo nodig geboycott worden. En dan gaan kerken zeggen: ja, we moeten het geld dat wij daar bezitten, dat moeten we uh, er maar weg gaan halen. Uh, Economisch op alle niveaus wordt Israël gedwarsboomd, maar ook politiek. Uh, telkens opnieuw in de Verenigde Naties de stemmingen tegen Israël afgelopen november, toen het erover ging of de Palestijnse staat als het ware indirect al erkend zou moeten worden en als een, een observerstatus uh, zou moeten worden toegelaten tot de Verenigde Naties. Overweldigend hebben de volkeren van de wereld voorgestemd uh, dat er dus uh, ja, een Arabische moslimstaat zou moeten komen op stukken van het land dat de heren aan Israël beloofd heeft. He, Gaza, de Westoever, de Golanhoogvlakte, Jeruzalem in tweeën hakken, die stukken bij elkaar voegen, het Palestina noemen en daar dus die... Ja, die volgende Arabische moslimstaat op vestigen. Met Oost-Jeruzalem als hoofdstad daarvan. 134 landen in de Verenigde Naties hebben voorgestemd. 9 hebben tegengestemd, waaronder Tsjechië. En 41 hebben zich van stemming onthouden. En dat was eigenlijk ook het hele Europese blok. Maar ja, wie zwijgt, stemt toe. Dus ook op dat politieke niveau. Wordt als het ware geprobeerd uh, Israël in het nauw te drijven. Wordt geprobeerd om dat kleine stukje land nog eens een keer in stukken te snijden. En eigenlijk is het een dwarsboming van wat de Allerhoogste God van plan is. Namelijk om vanuit Jeruzalem en vanuit dat beloofde land. En met gebruikmaking van het Joodse volk om daardoor de wereld te gaan zegenen. De machten der duisternis hebben heel goed in de gaten uh, wat het betekent dat Israël in het land hersteld wordt. En dat Jeruzalem hersteld wordt. En ze vrezen dat zeer, want ze beseffen dat als dat allemaal doorgaat en straks de Messias, koning van Israël, Jezus Christus, terugkomt, dat dan hun rol zal zijn uitgespeeld. En dus uh, bedenken ze van alles en nog wat. Op allerlei niveaus om Israël te dwarsbomen, om de plannen van de Allerhoogste God te dwarsbomen. En zo lees je van allerlei dingen in de krant en, en je voelt vaak ja, hoe, hoe gemeen het eigenlijk is, hoe, hoe het ook vaak om leugens gaat. Uh, er is echt een, een heilige oorlog tegen Israël bezig. Uh, de jihad heet dat. Uh, en in de jihad is het niet slechts geoorloofd om te liegen, maar moet je liegen? En als je vijand je dan gelooft, jouw leugens, nou ja, dan ben je slimmer dan hij. Dan heb je een kleine overwinning geboekt. Uh, en voordat dan de waarheid eindelijk boven water komt, ben je al zoveel verder dat je al lang gescoord hebt in de publieke opinie van de wereld. Maar de profeet zegt: Om Sions wil zal ik niet zwijgen. Ik zal de waarheid aan het licht brengen, en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. De profeet beseft waar het ten diepste om gaat met Israël en met Jeruzalem. Om de komst van het koninkrijk. Om het heil dat gaat verschijnen. En dat wereldwijd gaat worden. En daarom zegt hij: zal ik niet zwijgen totdat uiteindelijk dat. He, die fase van de wereldgeschiedenis is aangebroken. Daarom zegt de Bijbel: moeten we bidden om de vrede van Jeruzalem? Natuurlijk is het goed om te bidden om, voor de vrede van Amsterdam en van New York en van Moskou en van Rome en van Londen en ga zo maar door. Maar de Bijbel zegt: bid om de vrede van Jeruzalem. Dat Jeruzalem tot zijn doel komt, dat het land tot zijn doel komt, dat het Joodse volk tot zijn doel komt. Daarom zegt de profeet: Om Sion's wil zal ik niet zwijgen, om Jeruzalem's wil zal ik niet rusten totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. En waarom is dat zo belangrijk? Want dan zullen de volken uw heil zien en alle koning alle koninkrijken van de wereld zullen uw heerlijkheid zien en men zal u noemen met een nieuwe naam die de mond des heren zal bepalen ge zult een sierlijke kroon in de hand des heren zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God het instrument van heil waardoor God de hele wereld gaat zegenen en daarom zal ik niet zwijgen zegt de profeet daarom zal ik al die leugens omhoog trekken en zal ik ja, spreken gedreven door die heilige ijver voor de stad, eh, voor het volk, eh, voor het land eh, van Israël? Omdat ik weet dat dat zo belangrijk is voor de rest van de wereld. He, al die, die, die haat die nu over Israël wordt uitgestort, al die pogingen op al die niveaus. Uh, om Israël terug te dringen, om het, om het volk uh, uit te moorden, of het in ieder geval te minimaliseren qua betekenis. Al die pogingen om Jeruzalem tot iets anders te maken dan de stad van de grote koning waar Jezus terug zal komen. Ik zal niet zwijgen. Ik zal niet rusten totdat zijn heil opgaat als een lichtglans. En zijn verlossing als een brandende fakkel. Ik denk dat dat onze opdracht is. We mogen met Israël vieren het 65-jarig huwelijksfeest, maar tegelijkertijd is dat een oproep om pal te staan, pal te staan naast Israël en het Joodse volk, totdat de koning der koningen verschijnen zal, om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken.